Hey creatieveling, ik heb weer een nieuwe video voor jullie en vandaag wil ik gaan waterverven. Nou, ik waterverf in dit boekje. Komt van Action voor 1 euro. Ik weet eigenlijk niet hoe het duur was. In ieder geval heel goedkoop. Echt lekker papier. Ik zal het zo ook even laten zien. Want het heeft dus maar zo'n canvas look. Heel apart, maar het werkt echt heel fijn met waterverf. En ik heb er zelf gestierd. Natuurlijk, kon ook niet anders. Hij is dus echt helemaal bruin. Nou, ik zal hem heel even laten zien. Je hebt een lintje. En als je hem dan openmaakt, dan heb je hier een zakje. En hier bewaar ik losse tekeningetjes en zo in. Dat ik die toch soort van bij me heb. Omdat mijn andere schetsboeken dat niet hebben. En deze toevallig wel. En ja. Ik zal ook zo heel even door bladeren. Weet je een beetje wat ik maak. Maar in ieder geval, dan komen we aan bij het papier. Nou, je kan misschien al een klein beetje zien, misschien ook niet. Maar hierop ga ik werken. En ik heb heel veel zin om te waterverven. Ik ga zo eerst even wat schetsen, want ik even kijken wat ik wil gaan maken. Ik weet nog niet helemaal. Maar dat wil ik even laten zien. Dus vind ik natuurlijk helemaal leuk. Maar bij de gruiter, haha, kwam ik deze tegen. En ik had gevraagd of ik hem mee mocht nemen. En ik mocht. Hij is niet super groot, maar echt perfect eigenlijk. Want ja, hij heeft dus ook één grotere. En de waterverf. Ik gebruik de kwasten van de Action gewoon. En een verzameling eigenlijk. Nog wel meer. Het is een hele verzameling van de andere waterverfdingen. Heb ik ook nog kwastjes. Dus die gebruik ik ook. Soms dan, niet altijd. Nou, mijn favoriet. Dat is gewoon een kleinste ook. Dat is deze. Dat is gewoon mijn favoriet. En deze weet nou... Je wacht, ik weet het wel. Ik heb namelijk ooit een doos gehad met allemaal... Had je een paardenpuzzel en had je ook kleur op nummer met verf. Wacht, die verfpotjes heb ik. Ja, kijk. Haha. Deze verfpotjes en nog wel meer. Ik weet het wel, maar daar is die van. Mijn waterverf. Dat is dus van Bruinzeel. En het is dus echt waterverf. Je hebt ook aquarel verf. Dat lijkt heel erg op waterverf. Het is alleen wat matter en dik. Maar in ieder geval, ik heb deze van Bruinzeel. Hier kwam ook een korstje van. Wacht, dat is deze. Deze. Die komt daaruit. Heel fijn kwastje, iets dikker. En die gaan we even laten zien. Want dit is de verf die ik heb. Zeg maar, ja. Heel mooi gepigmenteerd verf. Je kan er even echt hele mooie dingen mee maken. Ik zal even mijn waterverftekening erbij pakken. Deze tekening was om het boek, zeg maar, uit te proberen. Dus er was echt uitprobeersel. En uiteindelijk vond ik het echt heel goed gelukt. Wacht, dus geen waterverf. Hier hebben we de volgende waterverf. Ook een meisje weer. We hebben ook deze twee gemaakt. Zonder schets is dit gemaakt. Deze en deze. Ja, zonder schets is best knap eigenlijk. Gewoon uit het woord qua waterverf. Ik heb nog wel meer gewaterverfd door alleen dan andere boekjes, dingen. Het is even om dit boekje. En het is dus echt heel fijn papier. Ik ga het allemaal even laten zien. Dit is dus dat papier waarover ik het heb. En zoals je ziet... Ja, je hebt dus ook een gladdere versie. Je ziet heel duidelijk het verschil. En dit is dus heerlijk om met potloden op te gaan. Dit is echt heel glad. En dit is dan echt wat meer voor waterverf. Oké, ik ga toch niet schetsen. Ik wil gewoon een Galaxy achtergrond maken. Dus ik ga het even... ik ga het niet aftapen. Ik ga het niet aftapen ook. Nou, ik wil in ieder geval beginnen met deze. Dus 14... van Eik iets. Dat is 8. En dan nog, ja. Ik denk dat ik deze ga gebruiken. Misschien dat ik nog meer pak hoor. Maar goed, dan ga ik beginnen. Dit papier kan dus echt ongelooflijk veel water hebben. Dus wat ik ga doen is eerst een laag water doen. Voordat ik begin dus met deze. Wacht, dan moet ik open. Deze verf af. Zoals ik al zei, is dat ik eerst een laagje water erop doe. Ik doe dit zodat strakje, dus als ik dan met echt waterverf overheen ga, dat het een beetje uitloopt. En dan kan je het dus ook wat makkelijker verplaatsen, omdat de ondergrond nat is. Dus al vind je het te donker, kan je het veel makkelijker wegvegen dan als je dat niet hebt gedaan. Net zoals gesso bij een doekschilderij, voor als je weet wat het is. En dat heeft dus hetzelfde effect als nu met dit water. En ik ga nu kleuren mengen met zwart. En dat doe ik zodat de kleuren dus wat donker worden. Want mijn kleuren van mijn waterverf zijn van zichzelf erg fel. Dus fel roze en fel blauw. Maar Galaxy is niet super fel. Dus meng ik het met een beetje water zodat het minder fel wordt. Nu ga ik er even als stempelend overheen, want dan wordt het zeg maar meer echt Galaxy van de lucht. Dat is ook meer stempelend en niet tekend. Die laag zit erop. Ja, ik weet het niet. Aan de ene kant vind ik hem super vet, aan de andere kant ook van nee. Maar ik ben nog niet klaar, want ik wil dus met wit, wil ik er dus van wolkjes op maken en dan vervolgens met deze jelly roll, hier staat het. En met deze jelly roll wil ik dus allemaal sterretjes gaan maken. En dan misschien ook nog wat handletteren. Maar dan moet ik even kijken of ik een leuk tekstje kan vinden. En of dat een beetje gaat. Ik heb dus eerst echt water erop gedaan. En dan pas met waterverf. Echt verf gedaan. En het valt me echt mee hoe erg het aan de kop is. Wacht. Even zo. Het valt dus echt mee, hè? Dus je moet even bedenken dat eerst een laag water op is en daarna waterverf. En dan dit. Zo weinig. Ja, ik vind het dus echt ongelooflijk goede kwaliteit. Nou, is het nou droog? Nou, het even scherp te stellen. Kijk, hij is bijna droog. Ja, dat is altijd de test. Hij voelt niet heel... Ja, je ziet wel wat hier dit. Nee, nog niet helemaal droog. Maar ik denk dat ik even... Ik heb ook even trouwens alles schoongemaakt en nieuw water gepakt. Maar ik ga dus even wit. Dus echt wit. Dat doe ik dan denk ik hier met deze grote even. Dat ik lekker veel kan doen. En dat ik dan echt lekker ga stempelen. Stempelen of hoe je dat wil noemen. Dus ik ga jullie neerleggen en dan gaan we weer lekker verder. Het is inmiddels al de volgende dag en ik heb hem dus even laten drogen. Dit is hem. En ik ga er nog wat op handletteren en dan is die klaar. Vond je dit nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan wens ik jou de creatieve groetjes.